Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik helemaal in mijn chill modus. Ik heb gewoon een knot op mijn hoofd gedaan. Het is vandaag vrijdagavond. Ik heb gewoon net gewerkt van 9 tot 6. En ik dacht, ik ga gewoon vandaag in mijn chill modus deze video maken. Gewoon lekker chill. Ik heb ook net een maskertje opgehad. We gaan het gewoon vandaag hebben over controversiële... Spreek ik het zo goed uit? Controversiële make-up merken. En het gaat echt over... Elk make-up merk die ook maar een akkefietje heeft gehad. Omtrent misschien de eigenaars of gewoon echt om de make-up. We gaan het gewoon vandaag allemaal bespreken in deze video. En ik ga al die make-up merken ook gebruiken om gewoon een beetje... Ik ga vandaag een beetje voor een soft glam make-up look. Ik volg bijna alleen maar Amerikaanse beauty YouTubers. En echt, I'm gonna spill some tea. Want echt, er is altijd sensatie in de Amerikaanse beauty scene. Dus bijna elk make-up merk heeft wel... ooit een issue gehad. Dus ik had best wel veel om te gebruiken vandaag. Dus ben je benieuwd naar de make-up look die ik ga maken en naar alle schandalen van al deze make-up merken? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Het is vandaag voor jullie zondag, dus pak er iets lekkers bij. Iets te eten, koffie, thee, whatever. En we zijn vandaag gewoon lekker extra chill. Laten we snel beginnen. By the way, ik ga het vandaag hebben over de schandalen waar ik van op de hoogte ben. Sommige merken hebben een aantal schandalen. Ik ga niet alles benoemen. Ik weet ook niet alles. Ik ga het gewoon vandaag hebben over de schandalen waar ik van op de hoogte ben. Ik ga eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up. Ik ga mijn gezicht primen met de Smashbox Photo Finish Primer. En ja, ook Smashbox heeft ooit een schandaal gehad. Het was niet echt heel groot en het is al wel een tijd geleden. Maar hun hadden op hun Instagram gezet dat ze cruelty-free zijn. En er ook expliciet erbij gezet dat ze niet in China verkopen. Nou, dat viel dus bij een heleboel mensen in het verkeerde keelgat. Aangezien Smashbox onder het moederbedrijf valt van L'Oréal. En die zijn niet cruelty-free, die verkopen wel in China. Dus ja, het is wel een beetje een reach. Het is een beetje ver gezocht. Want in principe is Smashbox niet te kopen in China. Dus ja, is het basically wel cruelty free. Maar hun moederbedrijf is niet cruelty free. Dus ja. Dan foundation. Ik gebruik mijn Milani foundation in de kleur 05A Natural Beige. En het is niet dit product slash bedrijf die een schandaal heeft gehad. Maar het gaat over het product waarmee ik dit aanbreng. En dat is de Beauty Blender. De originele Beauty Blender. Mensen, de Beauty Blender heeft een beetje een attitude. Oh, volgens mij is hij leeg. Mensen, hij is echt bijna leeg. Maar ik ga het gewoon forceren. In ieder geval, nog niet zo lang geleden heeft Beauty Blender op hun Instagram en Twitter een aantal aanvallen gericht op alle Beauty Blender dupes. Hun vinden dat hun de enige echte Beauty Blender zijn. Hun zijn de beste. Hun zijn de originele beauty spons. Wat in principe ook wel gewoon zo is. Mensen, hij is gewoon zo op dat ik het gewoon zo ga aanbrengen. Whatever. En ze zijn helemaal klaar met alle namaak. En echt, ze hebben gewoon bij naam en alles. Ze hebben gewoon iedereen genoemd. Ze hadden een foto geplaatst van hun Beauty Blender. En die van Real Technique. Want dat is wel echt de nummer 1 namaak van Beauty Blender. Die heel veel mensen gebruiken. En toen ik dat zag, ik dacht echt, nou... Moet dat echt zo? En heel veel mensen vonden dat Beauty Blender dat niet hadden moeten doen. Want hun sponsors zijn 20 euro. En die van de concurrenten zijn rond de 6, 7, 8, 9, 10 euro. Dus een stuk goedkoper. En dit en dat. Dus ja. Ze hebben nog een ander schandaal gehad. En dat is toen hun foundation uitkwam. Die is volgens mij nog steeds niet te kopen hier in ons land. Maar ze kwamen uit met echt een heleboel kleuren. Dus iedereen dacht van, oh wow, genoeg kleuren voor elke huidskleur. Maar toen de officiële foto kwam van alle kleuren die ze uitbrengen, was het like 50 shades of white. Bijna alle kleuren waren echt super licht. Er waren bijna geen donkere kleuren. Dus ook iedereen viel over hun heen. Als concealer gebruik ik mijn Huda Beauty Over Achieve Concealer in de kleur Nougat. Als ik het goed uitspreek, 06G. Huda Beauty, die heeft ook wel een aantal schandaaltjes gehad. Ten eerste plaatste zij op haar Instagram bijna geen mannen die make-up doen. Geen transgender, geen homo's en dat soort dingen. Dus mensen begonnen haar
homofobic te noemen en al die zooi, omdat ze alleen maar vrouwen deelde. En er waren ook niet heel veel donkere vrouwen die zij op haar pagina plaatste. Dus mensen, ja, waren daar best wel upset over. Nou moet ik wel zeggen dat Huda Beauty in Dubai zit. En daar zijn ze niet echt gediend van de hele homo scene, transgender scene. Dus ja, ik snap wel dat het enigszins voor haar een beetje moeilijk is om hun te plaatsen. Maar aan de andere kant, ja, je kunt het wel gewoon doen. Een ander schandaal was toen ze met haar campagne kwam voor haar nieuwe poeders. De Huda Beauty Baking Poeder. Haar hele campagne ging een beetje over make-up en eten. De poeder was dan een beetje zo bakpoeder. En ja, het had dus gewoon allemaal te maken met eten en in de keuken staan en bakkerij. En dat was een beetje het concept. Maar iemand die dat concept al had uitgevoerd en wat basically gewoon hun hele bedrijf is. En dat is Beauty Bakery. Hun hele concept is make-up en eten. Dus bakkerijen en al dat soort dingen. Dus ze heeft hun gewoon letterlijk nageaapt met haar campagne. En dat viel bij heel veel mensen ook echt heel slecht. Wat ik ook wel begrijp enigszins. Plus wat het nog een tikkietje erger maakte is dat Beauty Bakery een black-owned bedrijf is. De eigenaresse is een donkere vrouw. En omdat Huda Beauty al een beetje die status had, ja, viel dat ook niet echt heel lekker. Als poeder gebruik ik mijn Revolution Lace Baking Poeder. Revolution heeft de laatste tijd niet echt schandalen gehad en ja, die heeft niet echt zulke hele negatieve schandalen gehad. Maar hun zijn dus wel echt begonnen met het letterlijk namaken van andere make-up producten, maar dan voor een heel stuk goedkoper. Bijvoorbeeld als je dit product ziet, ze hebben hem ook in het geel en die lijkt heel veel op de Benai poeder. Dus ze apen gewoon letterlijk merken na, echt met verpakking en alles, gewoon no shame in the game. Gewoon bijna letterlijk exactly the same, maar dan gewoon voor een stuk minder. Dus dat was in het begin ook wel een beetje een probleem. Veel mensen vonden het niet oké dat je gewoon een concept van iemand anders steelt en dan voor minder duur verkoopt en dat soort dingen. Dus dat was in het begin van hun carrière ook een beetje een issuetje. Maar nou is dat niet echt meer. Ze maken nog wel een klein beetje andere naast, zoals deze en zo. Maar in principe hebben ze nou ook gewoon heel veel producten die niet zijn nageaapt. En dan even gelijk de poeder eraf halen. Dan ga ik mijn gezicht contouren met de NYX Highlight en Contour Palet. Dit is een poedercontour. En ik gebruik deze kleur. NYX Cosmetics heeft niet echt hele grote schandalen gehad. Maar ik kon er nog wel eentje vinden van wel maar liefst 4 jaar geleden. Dus het is wel even terug. Maar NYX heeft elk jaar de NYX Face Awards. En dat is een soort make-up wedstrijd. En dan uiteindelijk wint één persoon. En ja, die wint dan gewoon van alles. Destijds moest je een video plaatsen van een make-up look op YouTube. Twee meiden hadden dus meegedaan. Maar ze kwamen niet door de eerste ronde heen en ze konden zien via hun analytics dat de NYX mensen de video voor echt letterlijk 10 tot 20 seconden hebben bekeken. Dus hun hadden helemaal hun best gedaan om een make-up look te maken en zich aan te melden en dan wordt hij niet eens fatsoenlijk bekeken. Dus ze hadden in principe geen enkele kans om te winnen en toen ze daarachter kwamen, ja, toen hebben ze dat online geplaatst. En toen, ja, werd dat helemaal een schandaal dat het gewoon oneerlijk is en dat soort dingen. Wat het ook wel is. Even een beetje MAC Fix Plus. Dan gaan we heel even inzoomen voor de oogmake-up. Voor mijn ogen ga ik het Nudie Patootie paletje gebruiken van de YouTuber Laura Lee. Dit is echt een prachtig paletje. Kijk, hele mooie soft, rozige, paarse kleurtjes. Je hebt ook een paar bruine kleuren. Ik ga beginnen met de lichte, matte, roze kleur. Die heet Bare in mijn arcadeboog. En daarna deze iets donkerdere, paarse, matte kleur. Die heet But Naked en ook in mijn arcadeboog. Nou, mensen, als je in de YouTube world zit, heb je dit schandaal sowieso meegekregen. Want het is echt niet zo lang geleden. Het is echt een jaar of half jaar terug gebeurd. En het gaat niet om de make-up, maar om de YouTuber van wie dit make-up merk is, Laura Lee. Nou, zij zit al een aantal jaar op Twitter en op een dag besloot iemand om te gaan kijken wat zij al die jaren heeft getweet.
En ik bedoel echt dat die mensen echt gewoon 5, 6 jaar terug zijn gegaan. En toen zagen ze een aantal tweets. Oeh, die waren best wel heftig en die waren echt best wel racistisch. Ze maakten echt opmerkingen van bruine mensen moeten hun broeken omhoog trekken, anders kun je niet hard rennen. En dat soort dingen. Het was echt best wel heftig en echt heel erg racistisch. Nou, toen dat boven water kwam, iedereen werd helemaal gek. Zij werd echt helemaal uitgekotst gewoon. Nou, daarna kwam ze met sorry, dit, dat. Ze zei dat ze uit een hele kleine stad komt, uit Texas. En daar heb je niet echt multicultureel mensen. In principe is daar bijna iedereen gewoon blank. Dus ze was niet echt op de hoogte, bla bla bla. That's what she said. En dat was een beetje haar soort van excuus. Maar ja, mensen hadden gewoon iets van, je had gewoon beter moeten weten. Je kunt dus zulke shit niet plaatsen over mensen. Dat is gewoon echt niet oké. Nou, hele sensatie. Gezeik, gezeik, gezeik. Toen besloot ze een video op haar kanaal te plaatsen over dit onderwerp om haar excuses aan te bieden. Nou, die viel al helemaal niet goed. Dan pak ik de matte mosterdkleur, die heet Strip, en die doe ik over mijn hele ooglid. En dan deze gouden glanzende kleur, die heet Naturel, en die doe ik dan ook over mijn ooglid. Nou mensen, ik moet zeggen, die video van haar was echt hilarisch. Ik denk dat ze hem heeft gedeleteerd, maar je kunt hem vast nog wel vinden online, want alles wat je online plaatst zal nooit echt weggaan. Daarin begon ze dus te zeggen hoeveel spijt ze had, bla bla. En ik moet zeggen, ik persoonlijk ben echt all about tweede kansen als het je echt spijt en het is al zo lang terug en je bent echt veranderd. Ja, iedereen verdient gewoon een tweede kans. Maar deze video was gewoon bijna een beetje gewoon komisch. Ze was echt helemaal aan het huilen. Helemaal hysterisch. Echt snot kwam uit haar neus. En echt dan... Het was gewoon... Ik vind het echt zo sneu. Want je moet beseffen dat echt iedereen over haar heen viel. Hè? Miljoenen mensen online. Dus aan de ene kant is het echt sneu. En aan de andere kant denk je echt van... Wat is dit voor video, joh? Dus ja, mensen waren daar ook niet echt heel positief over. En toen is ze echt een maand lang offline geweest. Want ja, als zoveel mensen over jou heen vallen, is dat wel heftig. Dus ja, ik snapte het wel. Die gouden glanzende kleur, die breng ik dan ook zo aan met mijn vingers. Gewoon zo een beetje over mijn hele ooglid. Maar nou, onderhand is het weer klaar. De sensatie is klaar. Dus nou maakt ze ook weer gewoon video's. Zoals altijd met alles gaat. Als je iets doet, is iedereen boos. En dan zeg je sorry. En dan ja... Is het over het algemeen wel goed, maar ja, mensen zullen het echt nooit meer vergeten. Dan pak ik weer deze matte kleur, die heet Butt Naked en die breng ik aan op mijn onderste wimperrand. Nou, dan ga ik even een eyeliner doen, mascara en nep wimpers en dan kom ik weer zo terug om een beetje tijd te besparen. De wimpers die ik op heb zijn Mykonos, So Extra Mykonos van Lily Lashes. Nou, dan gaan we verder met het gezicht. Ik ga mijn favoriete bronzer gebruiken, MAC A Give Me Sun. Echt, I love deze bronzer. MAC Cosmetics echter heeft ook wat schandalen gehad. Eén van heeft te maken met dat hun op dieren testen. Hun zijn dus te koop in China. En als je in China wilt verkopen, ben je gedwongen om eerst je make-up op dieren uit te proberen. MAC Cosmetics echter zegt, nee, dat doen niet wij, dat doet de overheid van China, bla bla bla. Officieel gezien zijn hun dan alsnog niet cruelty free, maar ze doen er een beetje dom over. Zo van, nee, het is niet wij, terwijl jij er gewoon voor kiest om daar te verkopen. Je kunt dat ook gewoon niet doen. Dus heel veel dierenactivisten vielen daar overheen. Ook hadden ze een collectie uitgebracht met, ik ga even opzoeken hoe ze ook alweer heet. Ze hadden een collectie uitgebracht in samenwerking met de zangeres Sia. En zij is dus vegan en een animal activist. Dus mensen vonden het heel raar van, hun zijn niet cruel. Free. Dus hoezo heb je een samenwerking met iemand die vegan is? Dat is ja een beetje apart. En dat vind ik ook, dat
is ook wel een beetje apart. Maar ik vind dat meer apart vanuit die meid Sia. Niet echt vanuit Mac. Waarom zou jij als vegan persoon, als animal persoon, een samenwerking aangaan met een bedrijf die op dieren test? Is wel een beetje raar. Als blush gebruik ik mijn Wet n Wild Color Icon Blush in de kleur Fantastic Plastic Pink. Wet n Wild had ook een schandaal en die is best recent. En dat gaat ook over cruelty free zijn. Hun zeggen al vanaf het begin dat ze cruelty free zijn. Dat staat ook gewoon overal op hun site, overal. Maar toen kwamen mensen erachter dat ze gewoon worden verkocht in China. En zoals ik al net zei, je mag daar niet verkopen als je het niet test op dieren. Dus echt, iedereen viel eroverheen dat ze liegen. Want echt, het staat echt overal op hun site. Alles staat cruelty free. Dus mensen gaan daar dan ook gewoon van uit. En er zijn mensen die oprecht alleen maar cruelty free make-up willen. Omdat ze gewoon anti-dierenleed zijn. Dus als je dan zo wordt voorgelogen en geflasht. Ja. Yeah. Dan maak je mensen niet echt heel blij. Als highlighter gebruik ik mijn Juvia's Place Loose Highlighter. In de kleur Nefertiti. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Beetje een ingewikkelde naam. Maar het is een hele mooie rozige champagne kleur. Dit merk kan er ook wat van. Hun schandaal is, dit merk, de eigenaresse is een donkere vrouw. En heel haar brand stond ook altijd, staat ook gewoon altijd, voor het upliften van de black community. Dus in het begin, toen ze nog niet zo groot waren, werkten ze heel veel met donkere influencers. Ze stuurden hun PR en alles. Maar toen op een dag kwam onze meest blanke influencer, meest witte influencer, Nicki Tutorials, achter dit merk. En ze vond het geweldig. Ze plaatste het op haar kanaal. En mede door haar werd dit merk heel erg groot. Toen begonnen de donkere influencers op te vallen dat hun steeds minder PR kregen, minder werden gevraagd en dit soort dingen. En dat allemaal omdat er nou een witte influencer is en meerdere die hun support. En ook dat viel heel verkeerd. Want als jij een merk bent die all about black empowerment is, maar je echt gelijk alle donkere influencers laat vallen zodra een witte jou groter maakt, ja, dan sta je toch niet helemaal achter je punt. Dus een paar van die influencers hebben dat ook gewoon online gezegd en dit en dat. En ze zijn gewoon helemaal klaar met Juvia's Place. En mensen, ik vertel u alleen maar het verhaal die ik zie online. Ik ben er niet bij. Ik weet niet wat er echt allemaal is gebeurd. Elk verhaal heeft altijd twee kanten, dus onthoud dat. Oh, maar de glow is wel echt heel mooi. En dan als laatste voor mijn lippen een liquid matte lipstick van Jeffree Star Cosmetics in de kleur Celebrity Skin. Ik denk dat ik de schandalen omtrent Jeffree Star niet eens meer hoef te benoemen. Het zijn er zoveel. Ik ken echt geen enkel persoon die zoveel schandalen heeft gehad dan hij. En het begon allemaal in zijn MySpace tijd. Hij was erg racistisch. Hij maakte heel veel van dat soort opmerkingen. Nou, donkere mensen. En ja, dat valt natuurlijk ook weer niet goed in de smaak. Nou, onderhand heeft hij daar zijn excuses voor aangeboden. Hij heeft ook een hele docu gemaakt met Jane Johnson, als ik het goed uitspreek. Waarin je ook echt hem meer begrijpt en dat soort dingen. Dus ja, het is maar wat jij ervan vindt. Sommige mensen zeggen van oké, wij vergeven je. Maar andere mensen hebben iets van nee. It's all fake en je bent gewoon nog steeds een racist. Nou mensen, dit is dan de look. Ondanks dat het vandaag niet echt om de look ging, hoop ik wel dat iedereen hem weer mooi vindt. Ik vind het wel een hele leuke soft glam look. I like it. Mensen, ik ben vooral bij deze video heel erg benieuwd wat jullie van alle schandalen vinden en hoe jullie erin staan. Ben je echt pro een tweede kans? Ben jij echt zo iemand van nee, dat accepteer ik gewoon niet en ik koop ook gewoon niks meer van die brand. Iedereen is anders, accepteer dat ook. Sta ook gewoon open voor iedereen's mening. Iedereen heeft daar recht op. Je mag denken hoe jij wilt en je mag het ook uitspreken. Als iedereen maar gewoon een beetje respectvol blijft. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Je kunt abonneren door hier op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt woensdag om 1 uur. Doeg!